Beste VVV'er, nu het einde van het jaar nadert, willen we graag samen met jullie stilstaan bij de uitdagingen van deze tijd, maar vooral vooruitblikken op het nieuwe jaar en de mooie plannen die wij als club voor de toekomst hebben. Juist nu, in deze voor iedereen lastige tijden, zijn we enorm dankbaar voor de steun die we het afgelopen jaar van iedereen hebben mogen ontvangen. Supporters, partners, vrijwilligers en medewerkers, iedereen heeft op zijn of haar eigen manier laten blijken hoe belangrijk VVV Venlo is. Deze strijdbaarheid en betrokkenheid past bij onze mooie club. Na de degradatie hebben veel mensen hun vertrouwen in de toekomst van VVV Venlo laten blijken. Sterker nog, het lijkt erop dat iedereen zich nog meer bewust is van het belang van de club voor zowel de stad als de regio. Ondanks het feit dat wij vorig seizoen geen supporters en partners in Covebo Stadion De Koel mochten ontvangen, hebben velen hun seizoenkaart of sponsorcontract verlengd. Direct vanaf de eerste speeldag was het stadion goed gevuld en liet de belangrijke 12e man zich meer dan ooit horen. Mede dankzij de goede sfeer bleven de punten regelmatig in Venlo. Als club zijn we enorm dankbaar voor deze onvoorwaardelijke steun. Wij realiseren ons dat corona iedereen op een eigen manier raakt. Juist daarom is het zo fantastisch om te ervaren hoe jullie achter de club blijven staan. Ook nu het stadion opnieuw voor het publiek gesloten is, laten supporters en partners weten dat ze, zodra de situatie het weer toelaat, terugkeren naar De Koel om de ploeg in de belangrijke tweede competitiehelft te steunen. Met deze positieve, strijdbare instelling gaan wij binnen de club iedere uitdaging aan. Het jaar 2022 kan daarom in meerdere opzichten een mooi jaar worden. We willen graag een ticket voor de play-offs voor promotie behalen. En daarnaast staat er nog meer moois op het programma. Want behalve de strijd op het veld, zitten wij ook achter de schermen zeker niet stil. Iedereen binnen de club is bezig met een gezonde toekomst voor VVV Venlo. Een visie die past bij de plannen voor Noord-Limburg dat zich in 2025 als gezondste regio wil presenteren. Een regio waar overheid, ondernemers, onderwijsinstellingen en sportverenigingen samenwerken om dit doel te bereiken. Bij dat doel past een stabiele eredivisieclub. Ons strategische strijdplan 2022-2025 sluit perfect aan bij de plannen van de gezondste regio. Het strijdplan dat inmiddels door de Raad van Commissarissen en aandeelhouders is goedgekeurd, zal begin 2022 aan de buitenwereld worden gepresenteerd. Daarin leggen we uit hoe wij op termijn de begroting op eredivisieniveau willen brengen om structureel in de eredivisie uit te kunnen komen. Een ander heugelijk feit is dat ons iconische stadion in maart 2022 precies 50 jaar in gebruik is. Op 19 maart 1972 werd de eerste competitiewedstrijd in De Koel gespeeld. En dat feit willen wij met jullie vieren op 19 maart 2022. Binnenkort zullen we bekendmaken hoe dat jubileum er precies uit gaat zien. Naast het doel om de play-offs te halen, het strategische strijdplan te presenteren en het jubileum van ons eigen stadion te vieren, zal 2022 op meerdere fronten een bijzonder jaar worden voor de club die altijd in beweging is. Dit is misschien niet altijd direct zichtbaar voor de buitenwereld, maar op de achtergrond gebeuren veel mooie dingen. Denk bijvoorbeeld aan de VVV Foundation. Deze maatschappelijke stichting laat het sociale gezicht van de club spreken en zit vol plannen om ook komend jaar op verrassende wijze in de regio actief te zijn voor scholieren, ouderen, diverse instellingen en mensen met diverse achtergronden en culturen. De VVV Foundation is een onmisbaar onderdeel van de positieve en sociale boodschap die wij als club willen uitstralen. Voor nu willen wij jullie allemaal hele mooie feestdagen toewensen, maar vooral veel gezondheid, geluk en liefde voor 2022. Hopelijk tot snel in Covebo Stadion De Koel.